Hey en welkom bij een gloednieuwe video. En in deze specifieke video ga ik Klavio met je doornemen en wat je daar precies voor wil instellen zodat je e-mail marketing op de zojuist mogelijke manier staat ingesteld. We hebben eigenlijk vier specifieke flows die we gaan aanpassen: We hebben het Card Reminder, Browser Abandoned, Customer Thank You en de Welkom Series. Deze vier heb ik unieke eigen PDF's van gemaakt en die zal ik onderaan deze video ook droppen zodat je die in je eigen stijl kan inrichten voor je eigen store. Laten we er eentje gaan bekijken. Oké. Okay. Het is belangrijk dat je je juiste flow aanhoudt en eigenlijk alles precies zo instelt. Zoals hier ook staat. Ik ga er even eentje met je doornemen. Deze volledige flow, dat alles goed staat en waar je de dingen kan aanpassen die belangrijk zijn voor je store. Hier kan je de abandoned card e-mail, dan kan je de naam, subject line, preview tekst, sender name, sender e mailadres En hier heb je eigenlijk je specifieke eigen mail. En dit wil je eigenlijk doen voor, voor alle vier de flows. Ik ga nog even die andere twee kort aan je laten zien. En dan weet je precies hoe je dit kan gaan instellen voor je eigen specifieke store. Hier kan je je e-mail editen als je dat zou willen. Kan je dingen aanpassen. En zorg gewoon voor dat de flow precies hetzelfde is als, als in de e-mail template die ik hier onderaan de video heb gestuurd. Hier kan je de tijden aanpassen. Hier zijn de drie mails. Nog één keer de, de laatste mail aan je laten zien. Zodat je weet hoe de layout er ongeveer uitziet. Oké. Okay. Nou, dit wil je eigenlijk voor, voor al je vier flows gaan doen. Het is heel belangrijk dat je deze hebt ingesteld voordat je daadwerkelijk live gaat met je product. Dus als iemand bijvoorbeeld uh, in zijn winkelwagen iets achterlaat. en hij heeft dus zijn aankoop niet gedaan, dan krijgt hij van ons een automatische mail. Een driedaagse flow, en daarin proberen we hem eigenlijk terug te lokken. En zijn aankoop wel af te maken. Dit is gratis, dus dat is natuurlijk super voordelig voor ons als marketeers. We hebben ook een customer thank you, als iemand net zijn order heeft geplaatst. En een welkom series, als iemand daadwerkelijk zich inschrijft in een nieuwsbrief. Browse Abandoned is eigenlijk, uh, eigenlijk hetzelfde als de Abandoned Card, alleen net wat anders. En dat is, dat is heel belangrijk om ze gewoon allebei aan, aan te hebben staan. Hieronder, zoals ik je eerder al zei, heb ik de template staan. Pas deze toe voor Clavio. En dan zie ik je terug in de volgende video.